Overal verdwijnen momenteel de tropische regenwouden met schrikbarende snelheid. Een ramp voor de mensen in de tropen, maar ook een dreigende catastrofe voor de rest van de mensheid. Want zonder het tropisch regenwoud kunnen we niet leven. Een reportage van Aart Zeeman, Theo Wip en Harm Groeneveld. Het tropisch regenwoud, een uniek stuk natuur dat miljoenen vaak uiterst zeldzame planten en diersoorten herbergt. Uit avonturenromans bekend als een onmetelijke, ondoordringbare en vooral ook onverwoestbare jungle. Helaas, niets is minder waar. De helft van dat schijnbaar onverwoestbare oerwoud is in nog geen 50 jaar volledig weggekapt. En de mens is met angstwekkende snelheid bezig ook de andere helft voor goed te laten verdwijnen. In vele tienduizenden jaren vormde de natuur een uiterst ingewikkeld bossysteem. In luttele seconden bezwijken eeuwenoude woudreuzen voor het geweld van de kettingzaag. Het tropisch regenwoud herbergt een ongekende rijkdom aan bomen en planten. Planten die sinds mensenheugenis de grondstof vormen voor allerlei medicijnen. De quinine, een van de belangrijkste medicijnen tegen malaria, is voorbeeld van zo'n product. En ook het volksvoedsel, onze aardappel, komt oorspronkelijk uit het tropisch regenwoud. De regenwouden worden ook wel de longen van de aarde genoemd. Onder meer omdat ze grote invloed hebben op de zuurstofhuishouding en het klimaat van onze wereld. De bossen regelen eveneens de waterhuishouding. Zo zuigen zij als een reusachtige spons geleidelijk aan grote hoeveelheden water op, om dat even geleidelijk weer af te staan. Bovendien houden de tropische regenwouden met hun wijdvertakt wortelsysteem de bodem vast, zodat de vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Het tropisch regenwoud levert ons het voor sommige doeleinden onmisbare tropische hardhout. En juist de aanwezigheid van dat fel begeerde hardhout lijkt ironisch genoeg ook de ondergang van het regenwoud te worden. Door het ongeremde kappen van hardhout dreigen de tropische regenwouden voorgoed van onze aardbol te verdwijnen. Per dag gaat er op dit moment een gebied van ongeveer 10 bij 50 kilometer voor de bijl, een gebied ter grootte van de Noordoostpolder. Als de ontbossing in dit tempo doorgaat, zal over nog geen 30 jaar het laatste stukje regenwoud zijn neergehaald. Om te voorkomen dat deze sombere voorspelling ook werkelijkheid wordt, heeft het Wereld Natuurfonds een internationale reddingsactie gestart. Speciale aandacht voor de zo noodzakelijke bewustmaking van met name de plaatselijke bevolking en het veiligstellen van grote oerwoudgebieden door er reservaten en nationale parken van te maken. In Zuid-Amerika zijn de oerwouden voornamelijk te vinden langs de Amazone in Brazilië. In Afrika zijn de regenbossen uitgedund tot een geïsoleerd stukje in Zaïre. En het grootste gedeelte van de tropische regenwouden in Zuidoost-Azië is te vinden in Indonesië. In het kader van de wereldwijde actie heeft de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds de tropische bossen van Indonesië geadopteerd. Overigens was men er al actief. Zo heeft het WNF een aantal grote oerwoudgebieden tot reservaat kunnen maken. Hier de grens van het Gunung Leuser reservaat op Sumatra. Duidelijk zijn hier de directe gevolgen van het ongeremde kappen. De onderste, schone rivier komt uit het ongerepte oerwoud, terwijl de bruine rivier weggespoelde aarde meevoert uit een gebied waar kettingzagen uitbundig hebben huisgehouden. Maar de gevolgen van het verdwijnen van de regenwouden reiken verder. Afgezien van het verlies van miljoenen, grotendeels nog niet ontdekte plantensoorten, zal ons klimaat ingrijpend veranderen. Bovendien, als de bossen verdwijnen, gaat ook de unieke sponswerking verloren. De rivieren krijgen ineens catastrofale hoeveelheden water te verwerken. Grote overstromingen worden dan onvermijdelijk. Als het regenwoudgebied kaal gekapt is, zal de bovenste, vruchtbare grondlaag langzaam maar erg zeker wegspoelen. Het resultaat? Onvruchtbare gronden die op de duur in woestijnen zullen veranderen.
De erosie, het wegspoelen van de toplaag, betekent ook direct levensgevaar voor de plaatselijke bevolking. Door de overmatige slipafvoer raken de rivieren overvol en treden buiten hun oevers met rampzalige gevolgen. Memang di sini ada kebanjiran pada tanggal 9 jalan 10 bulan 5 tahun 51 yang mengakibatkan kematian di kampung ini sebanyak 13 orang. Di antara 13 orang itu 3 orang orang dewasa yang 10 anak-anak. Dan kejadian datangnya banjir itu pas di kampung ini dilanda banjir jam 10 lewat 15. Datangnya itu dari gunung sana itu datangnya menghantam ke sini. Jadi rumah yang hancur di sini seluruhnya 22 rumah. Dan masjid satu di sini masjid itu habis tuh. De belangrijkste factor bij het verdwijnen van het tropisch regenwoud is de Indonesiër zelf. Hoe vreemd dat ook mogen klinken, het brandhout voor huishoudelijk gebruik vormt een grote bedreiging voor het oerwoud. Hout is de belangrijkste bron van energie. De olie die Indonesië zelf in huis heeft, wordt geëxporteerd vanwege de felbegeerde oliedollars. Voor de gewone man zit er niets anders op om zijn brandstof dan maar uit het regenwoud te halen. Daarover minister Emiel Salim. De grootste gevaar natuurlijk is dat het grootste gedeelte van ons volk nog steeds woud als energie gebruikt. En daardoor is het zeer belangrijk dat we dan zo'n soort bufferzone creëren. Zodat je dan bewust het hout plant, ja? Speciaal voor energie. Dat zijn deze, wat ze in Filipina noemen de ipilipil, de fast growing trees. Ja? Productiebossen. De productiebossen, maar voor hout, voor energie. En dus dit hoopt men dan dat de behoeften van het volk dan, je voldoet aan de behoeften van het volk, maar ook dat de bossen dan daardoor gaan afleven. Ja, het is een oplossing, maar als je nu kijkt naar de afgelopen tijd, dan zie je dat de hoeveelheid bos toch steeds minder is geworden. Ja. Kunt u nou zeggen dat er werkelijk iets aan te doen is? De totaal bosoppervlakte, ik geloof dat men moet aanvaarden dat het zal verminderd worden, omdat de druk van de bevolking groot is. Wij denken dat onze totale bevolking stijgt van 150 miljoen nu tot 216 miljoen in het jaar 2000. Een explosieve bevolkingsgroei dus. Rampzalig voor met name het nu al overbevolkte eiland Java. De regering probeert door middel van de zogenaamde transmigratie groepen mensen gedwongen te verhuizen naar nu nog minder volle eilanden. Een verschuiving van mensen, maar eveneens een verschuiving van het probleem. Want de overgeplaatste mensen hebben ook in hun nieuwe omgeving grond nodig. Grond die weer onttrokken wordt aan het tropisch regenwoud en de cirkel is gesloten. Hout speelt in het dagelijks leven van de Indonesiër een onmisbare rol. Niet alleen als brandstof om te koken, maar ook als timmerhout voor zijn stoel, zijn tafel, zijn moskee of kerk of zijn brug over de rivier. Behoud van tropisch regenwoud betekent dan ook de Indonesiër alternatieven geven. Bijvoorbeeld in de vorm van hout uit productiebossen of het aanbieden van andere vormen van energie. In dat kader is het recente Nederlandse aanbod om een aardgasleiding aan te leggen op Sumatra door de Indonesische autoriteiten enthousiast begroet. Bij gebruik van aardgas hoeft de plattelandsbevolking immers geen hout meer te halen uit het tropisch regenwoud. Maar zover is het nog lang niet. Het behoud van tropisch regenwoud vergt in belangrijke mate een goed beheer van de bestaande oerwoudreservaten. De bevolking moet duidelijk gemaakt worden dat ze voor hun dagelijkse portie brandhout niet ongestraft iedere willekeurige boom kunnen omhakken. Op initiatief van de Nederlandse regering is op het eiland Java een voor Indonesië uniek opleidingsproject gestart. De boswachters van de kwetsbare regenwouden zijn vaak niet voldoende opgewassen tegen de immense problemen. Op de opleidingsschool in Bogor
worden bosbeheerders een vol jaar getraind in het verantwoord leren omgaan met de reservaten. Maar de vraag blijft of zo'n opleiding in de praktijk werkelijk effect heeft. Een van de Nederlandse docenten, Dr. Herman Rijksen. Het concrete effect van zo'n opleiding is natuurlijk moeilijk te meten. Maar ik dacht dat we wel toch wel iets positiefs erover kunnen zeggen. Indonesië heeft een enorm areaal aan regenwoud apart gezet, gereserveerd als natuurreservaat. Die natuurreservaten die staan aan enorme drukken bloot. Drukken van de lokale bevolking. Drukken ook van commerciële firma's die daar van alles in willen of liever gezegd uit willen halen. En om dat beheer beter van zulke grote gebieden beter te laten plaatsvinden, is het nodig dat de mensen in de eerste plaats enorm gemotiveerd zijn. En in de tweede plaats een betere technische kennis hebben. Ook een betere kennis van de mogelijkheden van beheer om die zaak goed te kunnen volbrengen. Een van de net afgestudeerden over zijn opleiding. Yang menyangkut baik habitat manajemen apakah itu habitat hutan ataupun habitat bagi satwa-satwa yang ada di negara kita. Seperti you ketahui bahwa negara kita banyak hutan dan banyak jenis dari flora dan fauna yang sampai sekarang kita masih butuh tenaga expert ataupun tenaga-tenaga skill dalam bidang konservasi. Why it's so important? Ini sangat penting karena kalau tidak cepat kita manage maka kemungkinan akan banyak jenis flora atau fauna akan punah atau extinct. Naast de bevolkingsdruk speelt de commerciële boskap een vernietigende rol bij het verdwijnen van het tropisch regenwoud. Dag in dag uit gaan vervaarlijke kettingzagen en immense bulldozers tekeer in het nog maagdelijk oerwoud. Met slechts één motief, geld. Voor de Indonesische regering zijn de harde buitenlandse valuta van de meest Japanse houtbedrijven de belangrijkste drijfveer om toestemming te blijven geven voor de houtkap. De Indonesische Stichting voor Behoud van een Groen Indonesië probeert die commerciële houtkap op alle mogelijke manieren terug te dringen. Voorzitter Fred Heuwat. Indirect is de commerciële boskap ook een grote boosdoener. Eigenlijk vind ik persoonlijk dat hij een grote boosdoener is. Je kunt mensen moeilijk verbieden om te proberen om aan eten te komen. Dus ik spreek hier over de mensen die geen landbouwgrond hebben en daartoe de bossen vernielen. De commerciële boskap, daar is wat aan te doen, want waar gaat het hier eigenlijk over? Om? Het gaat hier om een commerciële onderneming. En dat vind ik, kun je wel aan banden leggen. Het gaat niet direct om het levensbehoud van iemand. En daarom vind ik dat we vooral wat moeten proberen te doen aan deze commerciële boskap. Moet het in banen leiden die verantwoord zijn voor op de lange duur. De stammen van de pasgevelde bomen worden in stukken gezaagd en naar speciale houtzagerijen gebracht. En zo ligt er midden in het oerwoud een complex waar menig houtbedrijf in Nederland jaloers op zou zijn. Een uiterst modern houtverwerkende industrie zaagt honderden stammen per dag tot schrootjes. Schrootjes in alle soorten en maten. Hardhouten schrootjes voor kozijnen, parket of wandbetimmeringen. De stap van het tropisch regenwoud naar de huiskamer is kleiner dan men denkt. Intussen zegt de houtverwerkende industrie zelf dat het nog wel meevalt met de schade die ze aanricht. Er zou slechts zeer selectief gekapt worden. Fred Heuwat. Die boskap zelf die maakt misschien alleen maar kleinere arealen kapot. Maar één nadelig gevolg van de boskap is de grote toegangswegen
die gemaakt moeten worden om de bosproducten te vervoeren, om de stammen te vervoeren die gekapt zijn. En langs deze grote wegen schep je eigenlijk de mogelijkheid voor mensen om nieuwe, onontgonnen bosgebied in landbouwgrond te veranderen. De commerciële boskap doet als het ware het pionierswerk. En de bevolking maakt er vervolgens dankbaar gebruik van. De Stichting voor een Groen Indonesië probeert de mensen op het platteland te doordringen van het belang van het tropisch regenwoud. En met succes. Financieel gesteund door het Wereld Natuurfonds trekken ze naar de kampongs om de mensen ervan te overtuigen dat het voortbestaan van het tropisch regenwoud voor hen een kwestie van overleven is. Daarbij aansluitend bij de godsdienstige beleving van de bevolking. Hier wordt aan een dorpshoofd symbolisch een boompje ter verzorging aangeboden. Menyatakan kesiapsediaan untuk memanfaatkan pohon ini dan bersama-sama Yayasan Indonesia Hijau akan turut berjuang untuk melestarikan lingkungan hidup ini. Karena prinsip bagi kami bahwa hal ini adalah sejalan dengan prinsip dari ajaran Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Sekian. Kembali. Bemoedigende initiatieven die weerklank vinden bij de plaatselijke bevolking. En daarom gaat de Stichting Groen Indonesië energiek door met haar werk. Het probleem is zo levensgroot. Soms heb ik de tendens om een beetje pessimist hier tegenaan te zien. Maar ik geloof dat pessimisme in deze zaak een luxe is. Als we nog willen dat onze kinderen nog hier in Indonesië nog iets kunnen zien van het tropisch regenwoud, dan geloof ik dat dat hard werken is geblazen. Volop werk dus voor de Stichting Groen Indonesië. Het Wereld Natuurfonds zal de stichting de komende jaren een forse financiële ruggensteun geven, zodat ze haar werkterrein nog meer kan uitbreiden. Aan de beschermheer van het Wereld Natuurfonds, Prins Bernhard, de vraag wat het WNF de komende jaren speciaal in Indonesië verder nog gaat ondernemen. Ik heb net een 5-jaar contract ondertekend toen ik in juni was. En alle mogelijke plannen gemaakt voor uitbreiding van parken. Er zijn ook parken die buiten ons om door de Wereldbank worden gefinancierd en opgezet. En dan gaat het verder om het beheer van die parken, opleiding van mensen. Er zijn een tal van problemen waar wij behulpzaam zijn en waar wij geld voor geven. En de regering heeft zonder meer toegezegd dat in parken of aanstaande parken zal er niet gekapt worden. Dat is een kapverbod en dus dat is erg belangrijk. En wij hopen dus op deze manier toch in Indonesië speciaal een groot deel van het bestaande regenwoud te kunnen bewaren. Ondanks al die maatregelen wordt het tropisch regenwoud nog steeds bedreigd. Is het dan niet veel beter om te zeggen dat tropisch regenwoud dat moet verloren gaan? Het is triest, maar wel eerlijk. Ja, dan kunnen we net zo goed om een natuurramp vragen of om een atoombom. Dit is volslagen waanzin om hier niet voor te vechten. En ik geloof dat het besef van noodzaak van het behoud van deze bossen in de verschillende landen en zeker in Indonesië aan het groeien is. Dus daar is ook een volledig besef, dit moet behouden blijven. En zo zijn er meer. Brazilië is nog een moeilijk land. En verschillende Afrikaanse landen zijn ook nog relatief moeilijk. Maar ik kan wel zeggen toch dat over het algemeen beschouwd dat wij behoorlijk vooruitgang maken, ja. Tegenwoordig maken wij ons hier in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, ons snel zorgen om de natuur. Maar is het nu niet wat overdreven om het probleem van het plaatselijk verdwijnen van het tropisch regenwoud nu direct als een milieuprobleem van de eerste orde te bestempelen? Het is een milieuprobleem van de eerste orde. Want zoals ik net zei, als het weggaat, dan zijn de gevolgen voor de gemiddelde Nederlander of Engelsman of Fransman of Duitser of Indonesiër of Amerikaan zijn allemaal hetzelfde. Het begint al met het klimaat. En dat kan gewoon niet. Ik bedoel, het is ondenkbaar
dat alle regeringen de wereld zo dom zouden zijn dat ze daar niet een stop voor steken en zeggen, nou, je moet altijd, zou ik zeggen, een compromis vinden. Dus een bepaalde aantal, bepaalde uitvoer uit land A, B, C, D moet altijd mogelijk zijn. Maar dat kan ook gebeuren door herbeplanting, herbebossing en bladhout dan weer uit te voeren. En ik geloof dat we op den duur toch wel er naartoe moeten om bepaalde houtsoorten, of dat nou leuk is of niet, ook tot bedreigde soorten te bestempelen. Internationaal, waardoor wij dus hopen, dan zouden we hopen te bereiken, dat de handel daarin verboden wordt. U voelt zich zeer betrokken bij het behoud van het tropische regenwoud. Jazeker. Denkt u dat het nog te redden valt? Ik ben overtuigd van dat te redden valt, domweg, omdat ik eerder gezegd heb, omdat men gaat inzien dat het niet anders mag. Dus dat moet, je moet alleen de mensen echt erop attent maken, met alle middelen die je hebt, om het inzicht te verkrijgen bij de betrokken topinstanties dat het niet anders kan. Tot zover het tropisch regenwoud. Als u meer wilt weten over het bedreigde oerwoud, dan kan dat door aanschaf van dit boek. Bij storting van 45 gulden op Giro 44466, 3x4, 2x6, ten name van het Wereld Natuurfonds in Zeist, krijgt u het boek thuisgestuurd. De opbrengsten zijn voor het Wereld Natuurfonds. En uiteraard zijn bij datzelfde Wereld Natuurfonds ook andere bijdragen welkom. Ja, en dat was ons laatste onderwerp. Daarmee is een einde gekomen aan deze Hier en Nu. Volgende week zien we u graag terug, dan ook weer op dit vroege tijdstip, 10:50. Veel plezier bij Showroom.